Lieve gemeente, ik hoor het mijn grootmoeder nog zingen als ze door haar huis liep. Op bergen en in dalen, ja, overal is God. Hoe het lied verder gaat, dat weet ik niet meer. Maar ik moet aan die woorden denken nu we zojuist dat dubbelverhaal hoorden van de profeet Elia. Elia die zich in een heel korte verhaaltijd tweemaal op een berg bevindt. Eerst op de Karmel, dan op de Horeb. En op beide bergen de eeuwige ontmoet. Meestal klinken die twee verhalen apart. En dan, ik heb er ook over na moeten denken, dan toch liefst het tweede, dat milde verhaal over God die zich op de berg Horeb voordoet aan Elia in een ijle leegte, een dun zwijgen, een zachte bries. Heel veel vertalingen doen de ronde om dat breekbare geheimenis van de aanwezigheid van de eeuwige weer te geven. En dat is ook heel lastig, want die woorden willen eigenlijk stilte en leegte aanduiden. En als wij ze opvullen met onze begrippen, dan zijn ze dat niet meer. Hier zijn woorden gauw te veel. Maar hoe anders doet de eeuwige zich voor op die eerste berg? Hier zijn niet gauw te veel woorden. Hier komen we eerder woorden tekort. Omdat we met een God van doen hebben die we toch misschien het liefste met onze woorden een beetje zouden inperken. Een beetje verzachten. Mitigeren heet dat tegenwoordig in het Haagse jargon. Hoe halen we de scherpe randjes af van een God in wiens naam allerlei gewelddadigheden gebeuren? Want als God overal is, op bergen en in dalen, dan lijkt het er toch op alsof we op die eerste berg van vandaag, de Karmel, met een heel andere God van doen hebben dan op die tweede berg. Gewelddadigheid staat tegenover weldadigheid. Vurige volheid tegenover een zacht zwijgen. Overdonderende aanwezigheid tegenover ijle presentie. Zouden de schrijvers van het boek Koningen dat niet met opzet zo hebben gedaan? Dat ze met die twee bergen achter elkaar, die twee godsverschijningen, iets hebben willen zeggen, een ontwikkeling hebben willen schetsen. En welke is dat dan? We hoorden, op de Karmel gaat het er heet aan toe, om niet te zeggen dramatisch. We zien profeten van de Baal die willen laten zien dat hun God de beste is. En we zien Elia die zich laat lenen voor een onvervalst partijtje religieus armpje drukken. Spannend is het wel. Eén man tegen een heel leger. Een eenvoudig gebed tegenover een bloederig ritueel. En een altaar waarvan het water afdruipt en dat toch licht ontvlambaar blijkt. Tegenover een offer dat jammerlijk de mist ingaat. Gaat het kleine, het winnen van het grote. Als verhaal is het geweldig. Maar als verhaal is het ook gewelddadig. En het raakt onmiddellijk aan al die vragen van onze tijd over godsdiensten die tegenover elkaar staan. Over goden die overal worden bijgehaald om menselijk handelen te rechtvaardigen. Over al die claims die beweren onze God is de beste. En ook waar mensen om die reden de godsdienst hebben afgezworen en uitgebannen uit hun leven, komen andere met elkaar strijdende goden via de achterdeur weer binnen. Dan is het de God van je ego, de God van het zogenaamde volk en de natie. De God van de vlucht en de verslaving, de God van het ongebreidelde consumeren. Overal is religie
En overal wordt geroepen, onze God is de beste. Dat is die eerste berg, die van het contrast, de scherpe tegenstelling. Het is er spannend, maar ook ongemakkelijk. Of zijn wij te week geworden als er staat dat Elia radicaal afrekent met de priesters van de Baal en hun bloed de Bekizon rood doet kleuren? Of moeten we het abstraheren tot een innerlijke strijd? Of is dit toch weer die oud-testamentische God die zo anders is dan het Nieuwe Testament ons predikt, die God van de liefde is? Of hadden de schrijvers Elia niet in gesprek kunnen laten gaan met zijn geklopte collega-profeten? Hij had hen immers ook kunnen zeggen, misschien moeten jullie anders leren denken over God en hun een omscholingscursus kunnen aanbieden. Of herkennen we door en achter al die woorden iets van de strijd om het goede bestaan, want hier staat toch ook iets van de gerechtigheid op het spel. Het ware koningschap, dat is verkwanseld door Agab en Izebel. Zo, gemeente, zou ons gesprek met dat verhaal kunnen zijn. Maar voordat we eigenlijk iets kunnen zeggen, doemt die tweede berg al op, waar Elia de Eeuwige opnieuw ontmoet. En de profeet is daar niet vrijwillig. Hij is een vluchteling. Hij heeft de slag op de Karmel dan wel gewonnen, maar daarmee is de strijd nog niet gestreden. Koningin Izebel heeft wraak gezworen, zoals dat altijd gaat in die oneindige en uitputtende kring van geweld en tegengeweld. In al zijn lelijkheid vertelt dit verhaal helemaal niet over wat oud-testamentische tijden worden genoemd, maar het vertelt over hoe het altijd gaat. Ook vandaag de dag hoeven we niet heel erg ons best te doen om te horen hoe er weer ergens wraak wordt gezworen. Raakt dat ons? Ik las een interview met de acteur Daan Schuurmans. Naar aanleiding van de 10 geboden en bij het gebod "Ge zult niet doden", zei hij, ja natuurlijk, ik maak niemand dood. Ik ben het ook niet van plan. Maar hij voegde er ook aan toe en ik citeer: tegelijkertijd vind ik het kennelijk heel normaal dat er wereldleiders zijn, mensen op wie wij stemmen, dat die beslissen dat er oorlog wordt gevoerd. Onze veiligheid komt in het geding, ja, oké, en schiet de agressor dan maar dood. Ik begrijp het wel, aldus Schuurmans. Geen volk wil onder de voet gelopen worden. Maar de discrepantie tussen je eigen overtuiging nooit te zullen doden en het ogenschijnlijk gemak waarmee we instemmen dat andere mensen voor ons worden gedood, die is wel erg groot. Is er dan, gemeente, nog iets te zeggen, iets anders dan dat het altijd zo gaat? Zou het kunnen dat wij zo onze bedenking hebben tegen deze geweldspiraal op de Karmel, dat we ons dan niet tegenover of boven dit verhaal opstellen, maar dat in het verhaal ernaast over die andere berg onmiddellijk handvatten worden aangereikt die ons die bedenkingen ook zelf influisteren, heel zachtjes, als een dun zwijgen, als een zachte bries? Is er nog een ander perspectief? Of is er maar één berg? En dan leidt een engel Elia verder naar de Horeb. Alsof dat verhaal heel bewust
en onmiddellijk naar die eerste berg een heel andere sfeer wil oproepen. Die van een ijle leegte, van een verpulverende stilte. Een stilte die een tegenkracht wil zijn. Maar niet zo dat het weer hart tegen hart gaat. Maar dat zich nu een heel ander perspectief ontvouwt. Een perspectief dat Elia ook zelf is kwijtgeraakt. Want hoe strijdbaar hij ook is geweest, hij kent niet het zoet van de overwinning. Maar hij ziet dat zijn overwinning weer nieuwe ellende heeft opgeroepen. Was het wel een overwinning? Of was het meer een Pyrrhus overwinning? Want niet alleen het offer op de Karmel is immers verbrand, ook de strijdbaarheid van Elia is in rook opgegaan. Hij is opgebrand, hij is burn-out. Laat me maar sterven, zegt hij tot de eeuwige. Het is vechten tegen de bierkaai, alles heb ik gedaan. En wat heeft het opgeleverd? Niets dan tegengeweld. Hier ben ik, in de woestijn, op de berg, 40 dagen en nachten op pad. Maar waar is nu het beloofde land? Is er nog iets anders dan rook en vuur, dan dood en verderf? Dan wapens en nog meer wapens, dan gierende straaljagers en bevende aarde? En dan blijkt er inderdaad iets anders te zijn. Iedereen op de Karmel heeft met eigen ogen het vuur uit de hemel gezien. Beelden van een spectaculaire God. Maar hier op de Horeb moet Elia zijn gezicht bedekken met zijn mantel. Want deze stilte is hem zo wezensvreemd. Deze godspresentie is zo wezenlijk anders. Zo krachtig. Maar dan niet in haar gewelddadigheid, maar in haar weldadigheid. In een goedheid die je niet voor mogelijk houdt. In een zachtheid die niet vergaat. Alles is hem onder de handen afgebroken. Maar hier wordt de leegte weer gevuld, maar niet met meer van hetzelfde, maar met de geest van Gods stille goedheid. Hier onttrekt alles zich aan die dodelijke spiraal. En ontmoet Elia een God die het geweld op de Karmel voorbij is. Alsof hij erop terugkomt. Alsof er voortschrijdend inzicht is. Alsof er een nieuwe weg zich opent. Twee bergen. Twee werelden die elkaar corrigeren. Het deed me enigszins denken aan het boek dat de journalist David Brooks schreef, getiteld De Tweede Berg. De zoektocht naar een zinvol leven, zegt de ondertitel. Het gaat hier natuurlijk in dat boek niet over die twee bergen van Elia, maar de gezamenlijke vraag van dat boek en van onze verhalen is deze: aan wie of wat wijs je je leven? En Brooks beschrijft hoe je in je leven vaak twee bergen beklimt. Op de eerste berg draait het om de gebruikelijke dingen, om wat jouw carrière, ambitie en succes brengt en hoe je die kunt toe-eigenen. Maar eenmaal op de top van die eerste berg kan het zomaar zijn dat je niet tevreden bent over het uitzicht, maar je afvraagt: is dit het nu eigenlijk? Is dit alles? En soms haal je dit top geen eens van die eerste berg, omdat je onderweg naar boven er al afduikelt. Je verliest je werk, je verliest een dierbare, het gaat niet goed met je leven. En dan is er een tweede berg. En die gaat Brooks ook zelf beklimmen. En hij beschrijft dat
na een diepe crisis, wanneer alles hem onder de handen is afgebroken. En daarin vraagt het niet meer om de vraag wie je bent, maar met wie je bent. Gaat het over morele verbindingen in plaats van je individuele zoektocht naar geluk? En gaat het over de essentie dat je pas een zinvol leven kunt leiden als je je leven daadwerkelijk uit handen durft te geven? Aan wie of wat wijd je je leven? Welke berg beklim je? Gemeente, zo even zijn twee gemeenteleden bevestigd in het ambt van ouderling, Famke van Dam en Lorenzo de Rigo. Zij kennen beide bergen. Zij voelen zich niet anders, zeker niet beter. En toch staan ze hier vandaag, omdat dat stille geheim van die tweede berg hun iets te zeggen heeft. Het gaat niet om succes, maar om betekenis. En de kerk, ook deze, kan een plek zijn waar voorbij het leven als een doorgaande uitputtende strijd toch een ander perspectief zich aandient. In een heel dun zwijgen. In een niet te vatten stilte die al onze successen relativeert. En die je wilt brengen bij de essentie van het bestaan, die je wil brengen bij de eeuwige, die God van mensen is en ongrijpbaar nabij. Wij bidden dat Elia hen en ons daarin zal voorgaan. Amen.